wedstrijd is gevallen. Kijken naar het duel onder leiding, maar echt een duel is het eigenlijk niet. Niagara River is snel en aan de binnenkant is de enige die een beetje meekomt, Nike. Niagara River gaat naar binnen. Is Nike's voorbeen daar nog? Nee, daar is Nike's voorbeen net niet meer. Het scheelde weinig. Maar Niagara River is als eerste in de bocht. Daarachter Nike op plek 2. Aan de buitenkant is blijven hangen Nightlife Greenwood. Vierde aan de binnenkant Estonia Wise L. Daarachter volgt Ninetta Boko in het tweede spoor. En zo gaan we de eerste bocht door. We hebben twee paarden achteraan. Dat is aan de binnenzijde Elita Endal. En daarnaast in het tweede spoor Speed Rise Lady S. Paard in de rechterlijn voor de tribune. En Micha Brouwer gaat er eens even iets relaxter bij zitten. Gaat ook de eerste tussentijd neerzetten. En dat zal helemaal niet zo slecht zijn. 1-8-6. Je ziet het er niet aan af, maar het gaat heel hard. En het is op weg naar de laatste kilometer. Niagara River die leidt. Daarachter ligt Nike. Die ligt er precies zo in zoals de kampioen het graag wil. Aan de buitenkant daarnaast Nightlife Greenwood. Die maakt de koers een beetje voor het stalgenoot. Dat is Ninetta Boko. Die ligt daar vlak achter. Daar weer achter ligt Speed Rise Lady S in het tweede spoor. Kijken we aan de binnenkant. Dan ligt daar Estonia Wise L. En laatst aan de relingzijde is Elita Endal met Gabi Gelo. Die gaat nu naar het tweede spoor. Dat kon even, omdat Speed Rise Lady S een half spoortje naar buiten ging. Die probeerde voor hem Ninetta Boko naar het derde spoor te lokken. Maar dat lukte niet. Paarden gaan nu de laatste 600 meter in. 14-8 tussentijd. Niagara River leidt nog altijd. Niagara River, Nightlife Greenwood. Daar komt Ninetta Boko wel door het derde spoor. Binnendoor komt naar voren Nike. Maar de kampioen gaat kiezen voor een spoor binnendoor. En gaat nu ook binnendoor bij Nightlife Greenwood. Dat schiet lekker op. En zo zijn ze halverwege de Tjaardabocht. Niagara River leidt. Daar komt Ninetta Boko aan de buitenkant. Helemaal aan de buitenzijde komt ook Speed Rise Lady S. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Het is aan de binnenkant Niagara River. Buitenkant Ninetta Boko. Die is er nog niet langs. Daar komt helemaal aan de buitenzijde Speed Rise Lady S. Drie topmerries op één lijn. Maar Niagara River leidt nog altijd. Niagara River. Laatste 500 meter, 10-7. Daar komt Rote Gatten. Grote stappen. Grote stappen. En weer thuis. Speed Rise Lady S wint. Niagara River tweede. Ninetta Boko derde. Tijd van de winnaar. 11-3.